mijn telefoon gaat. Ja, moet ik stoppen. Hoi, leuk dat je kijkt naar dit vlog speciaal voor logopedisten. Want ik mag iets heel leuks aankondigen. De NVLF gaat een webinar organiseren over de richtlijn TOS. Taalontwikkelingsstoornissen. Daar staat de afkorting TOS voor. Logopedisten weten dat, maar mensen die geen logopedist zijn en misschien toch dit filmpje kijken, weten dat niet. Dus vandaar dat ik dat nog even verduidelijk. Een webinar. Wanneer is dat webinar? Dat webinar wordt georganiseerd op 5 juni 2018 in de avonduren. Waarom een webinar over de richtlijn TOS? De NVLF heeft bedacht dat een webinar wellicht een goede keuze is, omdat je daarvoor niet de deur uit hoeft, je hoeft niet te reizen. Dat bespaart allemaal tijd. En daarnaast is er behoefte aan meer informatie over de richtlijn TOS. En ja, dat kun je dan ook op een andere manier aanbieden. En wellicht is dat voor mensen ook aansprekend om het op die manier tot je te nemen, in plaats van alleen maar te lezen vanaf een document. Ik ben gevraagd om het webinar te presenteren en ik mag dan ook dat in een vlog aankondigen. Hoe leuk is dat? Wat zijn de doelen van dat webinar? Ten eerste dat je bekend bent met alle aanbevelingen uit de richtlijn TOS en dat je ook weet wat je moet vastleggen in het logopedisch dossier ten aanzien van de richtlijn TOS. Dat als je afwijkt van de richtlijn, hoe je dat moet motiveren. En als laatste waar je ook extra informatie kunt halen over de richtlijn TOS. Je kunt in het webinar vragen stellen en ik ga proberen of ik die vragen kan beantwoorden. En het webinar duurt ongeveer 1 uur. Dus dan kun je je daarop voorbereiden. Je kunt je voor het webinar aanmelden bij de NVLF. Ik zal hieronder in de beschrijving een linkje zetten waarmee je je kunt aanmelden. En dat is eigenlijk de manier waarop het zal gaan. Heb je nu vragen of zit je met zaken waarvan je zegt van ik wil dat heel graag behandeld zien. Je kunt ook hieronder vragen stellen. Dan ga ik dat meenemen in het webinar. Ga ik kijken of ik daar antwoord op kan geven. Dat zou ik wel super leuk vinden, want dan wordt het ook wat interactiever. Voor wie is het webinar eigenlijk? Het webinar is bedoeld voor alle logopedisten die ongeacht hun werkzetting werken met kinderen met een TOS. Nou, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat je het een informatieve video vond. Heel erg bedankt voor het kijken. Vind je mijn video's leuk? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dat is gratis. En druk je op het notificatiebelletje naast de abonneerknop. Dan krijg je vanzelf een mailtje in je mailbox wanneer er een nieuwe video online komt. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag, mijn telefoon gaat. Ja, moet ik stoppen?